vertellen over dit scholenvoetbaltoernooi dat vandaag op meerdere plaatsen in Arnhem wordt gehouden. Ja, schoolvoetbal wordt in deze nieuwe organisatie voor de 15e keer georganiseerd. Op 9 plaatsen in Arnhem. En er doen zo'n beetje 58 basisscholen mee. En uiteraard hebben we voor vanaf de kleintjes tot de grote op de basisschool is het schoolvoetbal. En dit jaar hebben we een record aantal deelnemers. Een dikke 5000 kinderen aan het schoolvoetbal toernooi mee. Wat me wel opvalt dit jaar is dat er meer meisjes meedoen als jongens meedoen dit jaar. Nou, ik denk dat sport heel erg belangrijk is voor de kinderen. Dat heeft ook met gezondheid te maken. Maar het heeft ook met respect voor elkaar te maken op de voetbalvelden. En met sportiviteit. Nou, dat leer je zeker op voetbalvelden. En zeker in de sport. En daar is het belangrijk voor. Er zijn twee groepen ingedeeld. De groepen 6 en 8 die voetballen vandaag. En de winnaars van vandaag die gaan de halve finale volgende week voetballen. Dan, daar komen uiteraard de winnaar van Arnhem Noord en Arnhem Zuid komt eruit. En die hebben dan een voorwedstrijd bij Vitesse in het Gelderdoom. Dan gaan ze daar het kampioenschap van Arnhem voetballen. Schoolvoetbal is altijd leuk. Als je, iedereen praat erover. Nu weten ze niet wat ze meemaken, maar over 10 of 15 jaar weten ze nog dat ze aan schoolvoetbal hebben deelgenomen. En het is gewoon een grote happening. En het is ook een van de grootste, het is het grootste toernooi in Arnhem, dat sowieso. Maar ook in Nederland, want buiten Rotterdam om is er geen ander voetbaltoernooi wat zo groot is als hier in deze regio. En van welke school zijn jullie? Goedemiddag. En in welke groep? Ja, groep 7 en 8. Allebei. En hoe vind je op dit moment? Heb je al een tijdje gespeeld? Nee. Half 2 gaan we beginnen. En zijn jullie een beetje goed? Ja, ja, tuurlijk. Zijn jullie goed? Ja, vorig jaar hadden we gewonnen. Geen ene wedstrijd verloren. Dus. Maar ja, dit jaar weer. Weer voor de beker. Ja. De finale is tegen de voorwedstrijd tegen Excelsior. Wanneer Excelsior hier in het Gelderdoom voetbalt. En daar wordt de finale gespeeld. Zowel voor jongens als voor meisjes.